Flamingo's in het wild in Nederland. Ja, hier bij Battenoord op Goeree-Overflakke. Al jaren overwinteren de vogels hier. En ook ieder jaar weer trekt dat enorm veel bekijks van natuurliefhebbers. Maar die flamingo-gekte slaat ook soms een beetje door. Het is natuurlijk ook zeer attractief, zo'n exotische vogel hier in deze contraien. Maar ze komen hier niet voor niets, ze komen voor de rust. Dus we hopen ook dat de mensen hier achter de hekken blijven, zoals je die hier ziet. En niet naar het water lopen, zodat die vogels verstoord worden. Mensen willen zo graag een mooie foto, dat ze er alles aan doen om zo dichtbij mogelijk te komen. Ja, precies. En zelfs met hele camera's, maar ook vogelaars die met grote telelenzen dan zelfs nog in het water lopen. En we hebben ook meegemaakt dat ze met drones over de vogels heen vliegen. Ja, dan gaan ze op de wieken en dan verspillen ze dus de energie. En dus gaan inspecteurs van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid en Staatsbosbeheer extra controles uitvoeren. Want het gaat niet voor niets om een stiltegebied. Het is niet alleen voor de flamingo's, maar ook voor de andere watervogels die hier fourageren, voedsel tot zich nemen, rusten en wachten tot het weer de tijd is in het voorjaar om weer naar het noorden te vliegen. En in dit geval dus naar de broedgebieden voor die flamingo's dan in Duitsland. Als ze verstoord worden, verbruiken ze dus heel veel energie en de vetreserves die hebben ze echt nodig om deze winter door te komen. Om dit extra duidelijk te maken, komen er ook nieuwe borden bij het gebied.